Had ik het wat vorige keer over browsers gehad? Want ik had ook nog wel wat over browsers. Browsers, nooit van gehoord. Nee, nee, zeg het eens. Oké. Okay. Nee, er blijft nog altijd, krijgen we de vraag van welke browsers ondersteunen we nou voor een website. Oh jongens, ik heb wel een aantal collega's flink uit hun vel horen springen dat ze techniek van 15 jaar oud moesten ondersteunen. Wat? Nou, er zijn dus klanten. Die heeft 5.5? Nee, wel, maar wel 6.0. Ja, ja, dat is 10 jaar oud. Nee, goed, 10 jaar oud. Dus dat is in internetjaren ongeveer 100.000 jaar oud. Ja, ja. En dat is dus heel erg frustrerend, want daarmee zeggen ze, ze zorgen er eigenlijk voor dat er heel veel extra meer code gemaakt moet worden om dingen compatible te maken. Ja, en het probleem is natuurlijk ook, sommige dingen kunnen helemaal niet. Ja, ja, precies. Of dat ze dus innovatie stagneren daarmee. Ja, dat is het. En wat echt de paradox van browserondersteuning is natuurlijk, is dat als je een oude browser ondersteunt, dan is het internet niet kapot voor die mensen. Dus zullen ze nooit upgraden. Precies. Waarom zou je upgraden als het internet niet stuk is? Ja. Dus dat is ook een... het is eigenlijk een beetje... Damn. Ja, het is een catch 22. Ja. Zeg maar, je... Maar goed, heb ik een theorietje daarover bedacht. Ja. En ik heb ook gevraagd aan Giel, een collega van ons, of we dat misschien kunnen gaan proberen te visualiseren. Oude browsers ondersteunen kost geld. Ja. Dus ik zeg bijvoorbeeld altijd, hè, moderne browsers ondersteunen, tuurlijk daar hebben we budget voor. Zoveel, dan krijg je een fantastische site. Mm-hmm. Als je wil dat hetzelfde werkt in Internet Explorer 6, dan moet je 100% extra betalen. Ja, want dan maken we een aparte website. Bijna. Het is gewoon twee keer zo duur. Ja. Want heel veel dingen kunnen niet, dus die moeten we gaan emuleren, moeten we op een andere manier gaan oplossen. Ja, ja. Dus, waar denk je dan aan? Een navigatie, animaties, ja, ja, hoe heet het? Ja, animaties. Animaties zijn heel simpel met CSS. Ja. Nou, als dat niet ondersteund wordt, dan is dat heel veel tijd om dat te doen. Met JavaScript en dat soort talen? Ja. Ja. Nou, en IE7 is, laten we zeggen, 60% erbovenop. En IE8 is nog eens 30%. Ik zeg maar wat, hè? Ja, precies, ja. Het is een beetje afhankelijk van wat je precies wil. In sommige gevallen zal het veel minder zijn, in andere gevallen is het veel meer. Als je dat kan plotten, mm-hmm, dus je kan zeggen van we doen dit specifieke en dat kost dus... Oh, eventjes omlaag. Oh, deze denk ik maar. Goedendag. Hallo. Hallo. Wat zit er in godsnaam op uw raam daar aan de buitenkant? Dat is camera. Een camera. Oké. Okay. We zijn aan het filmen. De beelden nu. Correct. Ja. Oké. Okay. Kijk, ik denk, er is een glaszitter bij u bezig. Nee hoor, nee. Dat is allemaal... dat hoort zo. Oké, okay. Nou ja, ik denk, ik vond het een apart geval. Ja, precies. Er stak wat uit, dus een camera. Ja. Een film? Videootje. Onderweg. En hij draait nu. Ja. En hij draait. Met geluid. Dit is, ook, ja. Ja, een soort van. Je hoort veel geruis. Geluid. Ja, precies. Okay. Nou, hey, succes. Oké, okay, dankjewel. Een agent op een motor was dat. Die zegt de kant B camera. Oh, ja. We hadden hem de URL moeten geven. Ja. Gemiste kans. Maar die... Denk je nou dat het browser gebeuren nou op een gegeven moment af is? Op een gegeven moment gaan we naar een bepaald, kijk, op een gegeven moment, punt toe? We hebben nu ondersteuning. En tenminste, de browsers zijn beter, de hedendaagse browsers. Ja. En ze updaten vaker. En ze updaten ook actiever. Dus we gaan af van het idee dat we heel veel mensen met hele oude browsers hebben. Dat gaat, over een paar jaar hebben we dat niet meer. Nee. Of minder hebben we daar dan last van. Maar in elk geval, ik dacht van, dan kan je een mooie grafiek maken waarin je kan zien van... Nou, hè? Als je die browser wil ondersteunen, kost dat je zoveel geld extra. Mm-hmm. En dat willen we dan koppelen aan het aantal bezoekers uit hun eigen statistiekenpakket. Dat ja, je dat ja, dan ja. Niet alleen kunt kijken naar hoeveel hebben we er nu, maar dat je ook de trends kunt kijken van hoeveel bezoekers zijn dat en waar gaat dat heen over een half jaar, ja, als onze nieuwe applicatie live staat. Want dat is natuurlijk ook zo. Hè? Dat duurt een tijdje. Ja, ja, het duurt altijd een hele tijd voordat iets live staat. Dus je moet nooit kijken naar van wat voor gebruikers nu hebben we nu. We moeten kijken naar hoeveel gebruikers hebben we over. Ja, ja.
Nou, dat is wel heel erg slim. Ja. Dus, en dan kan je misschien zelfs euro's eraan vastmaken. Ja, en dan kan je gewoon kijken van hoeveel, van wat is mijn return on investment? Van hoeveel ga ik nu investeren? Zei je dat woord echt net? Ja, lachen hè. Hoeveel ga ik nu investeren voor zo weinig mensen? Van wat hebben we daar nou aan? Ja. Zie ik dat verderop mijn plek? Ja, hè? Ja, nog net. Dat is vast ook mijn plek. Oh ja, hier. Hier, hè? Kijk. Ja. Voor de breekbaar. Heel mooi. Mooi. Maar dat is inderdaad wel, dat is een goed tool inderdaad. Ja, dat is een en al leuk, was het maar dat, weet je wel, want websites maak je inderdaad ook voor de toekomst. Ja. Die moet je niet maken voor het verleden, want het verleden, ja. Dat, precies. Oh, dat denk ik ook altijd. Dan hebben klanten wel eens zeggen dan, ja, maar maakt niet uit. We hebben het ervoor over. Hier heb je 100.000 euro extra. Ja. Nou, dat zullen ze nooit zeggen. Dat is een beetje heel erg veel. Maar goed, hier heb je flink veel geld extra. Dan denk ik altijd, geef me dat geld dan maar. Dat stoppen we dat in de toekomst. Maken we de site nog beter voor de toekomst van de browser. Ja, precies, ja. Nog dat meer zeg ik ook wel, hoor. En vaak hebben ze dan ook zoiets. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, zeg ik wel gelijk. Misschien moeten we onze klanten gewoon ons volgen. Hm. Ja. Goed. Doei. Dag. Oh, we zijn er.